echt ziek mooi, nietwaar? Wie komt er binnenkort mee feesten in de kelder? Pilsje? Bijna een jaar geleden, voordat we hier de hele toko gingen verbouwen, had ik een lijpproject gestart, één verdieping lager. Een nachtclubcafé in de kelder! Woehoe! Daar zo links in de kelder is het dus, de Rave Bunker. Zo lag de ondergrondse holder eerst bij. We waren al een eind gekomen, ja. Met sikke graffiti art van Gilbert en een echte biertap. Hier gaan we vandaag een dikke bar omheen bouwen. Holy shit! Maar er is hier dus iets heel erg zieks bijgekomen. Het is jullie misschien al opgevallen. Een hele dikke, hele dure discolamp. En een hele fijne leeuwbierlamp bij de ingang. Oh, café vibes. Ook nieuwe ingebouwde stopcontacten en lichtschakelaren. Compleet vernieuwde elektra in het feestcafé. Magnifiek! Die bierlamp heeft letterlijk 4 jaar op mijn kamer bij mijn ouders gehangen. En die discobol heb ik nieuw gekocht voor €220. Is die lekker? Ik heb alle rotte bananen. Ja, fucking lekker. Tijdens het kwasten besefte ik me ineens iets. Ik wil het hele plafond dus zwart maken voor de real nightclub vibes. Maar er zitten nog kieren en schroefgaten in het plafond. Toch maar even een plamuurtje doen. Oh. In deze video gaan we nog een dikke bar bouwen, dure LED-strips installeren en nog meer. Dus blijf zeker kijken. Zo. Oh, dit wordt mooi strak, hè? We zijn er klaar voor. Mat zwart, dat is denk ik wel lekker. Net zoals je dat in veel echte nachtclubs hebt. Oh, daar gaan we. Oh. Dit wordt mooi. Verf in mijn oog. Oh my god. Het plafond is in ieder geval zwart. Dat is mooi. En na een tweede laag kwak was het al helemaal mooi zwart. Oh, satisfying. Zo. Ja, ja. Heel donker ineens. Lijp, hè? Heel mooi, ja, heel mooi. En dan disco licht aan. Ja, hij is 10 keer dikker. Heel nice. Aanschouw mijn ideeënboek. Met alle upcoming projecten. En ook hier het café in de kelder. Ik wil dus een mooie bar gaan timmeren. Waar de biertap in kan chillen. Dit wordt echt ziek. Met LED-verlichting. Misschien wel een lichtgevend logo of zo. Ja, en dan hier erachter de drankwand. Best belangrijk. Het barplan krijgt nog een extra toevoeging. Een koelkast voor de koude pilsjes. Dan kunnen we hier echt avonden gaan beleven. Ik kwam er dus alleen achter dat de boel ramscheef staat. Dat kan echt niet. Blijkbaar is die vloer hier dus niet waterpas. Dus ik maakte de boel recht met een paar stukjes hout. Werkt best goed. En die koelkastdeur ging alleen nog verkeerd om open. Dat werkt niet. Maar wist je dat je dat gewoon best easy kunt fixen? Gefixt! Woe. Vervolgens op naar de bouwmarkt voor barbouwmaterialen. Oh, het is zo fucking duur geworden. In deze doos zat ooit ons nieuwe matras van Emma Sleep, de sponsor van het caféproject. We hebben dus ook een nieuw bed, kussens en topper van hun. En we slapen erin als een reusje. Het is allemaal ontworpen voor een zo goed mogelijke nachtrust. En dat voel je wel. Ligt lekker.
Wij hebben het O2 matras, wat 3 jaar op rij winnaar is van de matrastest van de Consumentenbond. Met 10 jaar garantie, 100 nachten proefslapen en gratis verzending en retour. Ik heb voor jullie weer een dikke vette korting. Met de code MATIES krijg je 10% korting bovenop de Black Friday sale die nu dus al gaande is. Check dus zeker gauw de link in de beschrijving voor Emma Sleep. Hey! Laten we die bar maar eens gaan bouwen. Allereerst het barframe bouwen. Dat begint al ergens op te lijken. Het begin van de barframe. Wajo. Prachtig barretje in de kelder. Met nog één gigantisch lelijk ding. Deze ouderwetse radiator. Wat moeten we hier nou mee doen? Plankje tegen de muur aan met slagpluggen. Dat duurde even. Ik heb echt een boor nodig. En ik ga een heel gauw een shirt aandoen, want ik ga kapot hier. De bar gaat hier mooi verder lopen. Een paar steunbalkjes voor de platenbie. En klaar. Het barframe is zo goed als af. Vanochtend om 9 begonnen. Het is nu 11:15 in de avond. Ja. Er gaat gewoon veel tijd in het nadenkwerk. Hoe je alles gaat doen. Alles afmeten. Alles waterpas. En het moet degelijk zijn. Nou, dat is allemaal gelukt. Nou, dat kost gewoon tijd. Morgen ga ik dus alles beplaten. En het barblad erop. Zo fijn de hoek om. Nog meer plaats voor drankjes en die lelijke radiator uit het zicht. Ik deed nog even het laatste framewerk. Stoelhoekje, slagplugje. En toen dacht ik, morgen weer een nieuwe dag. Here we go, boy! Heel erg benieuwd. Holy shit! Ja! Auw. Dit is knetterzie! En dan nog deze hier. Het was perfect! Tease Games is zeer tevreden met hoe dit begint uit te pakken. Yo! Kijk even precies. Er komt natuurlijk nog een lakje verf, LED-verlichting en het barblad. Dat waren veel schroeven. De puzzelstukjes vallen op hun plek. Zo, dan is het allerlaatste houtwerk van de barbouw het barblad. Daar gaan we. Met de timmerplaat van de bouwmarkt. Ongeveer zo. Deze plaat is denk ik wel nog een beetje breed. Het is even meten en even denken. Ik had ook nog een tweede, smallere timmerplaat. Die is misschien wel al goed, ja. Daar gaat hij dan. Oh my god. Geweldig. We hebben een barblad. Dit is denk ik oprecht mijn beste houtwerk ooit. Het is zo satisfying hoe alles in elkaar past. Zo zie je maar wat je van een paar stukjes hout van de bouwmarkt kan maken. Pilsie. Dit wordt echt een hele dikke reefkelder onder het huis.
Maar voordat we het baarblad vast kunnen maken, hebben we eerst nog wat ander werk met deze ledstrip. Deze jongen moeten we wegwerken. Dit is hoe we het gaan doen. Hier zo zit een stopcontact verstopt, vervolgens een verlengdoosje naar de bar toe en dan onder het baarblad door naar de ledstrip. Appeltje eitje toch? Dat is perfect. Nu de andere kabels wegwerken. Daar zo maakte ik ook een klein sleufje voor de kabel. Dat is wel vernuftig. Zo doe je dat. Prachtig weggewerkt. Ook nog eens twee extra stopcontacten hier in de bar. Formidabel. Die zit vast. De ledstrip hangt. Ik heb hier echt geen woorden voor. Prachtig weggewerkt met... Hoe heet ze die dingen nou? Paperclips? Nee? Ja, ik zou het echt niet weten. Maar dit maakt hem wel af, hè, die bar. Alleen de jammer dat ik hem hier net te kort heb afgeknipt, maar ja. Oh, nee. Hoe ziet het uit met dit ding aan? Komt-ie. Oh, yes. Oh, yes. Fuck, yes. Yes, pik, abonneer. Ja, dat zou ik zeker even niet vergeten te doen, inderdaad. Ik heb hier nog één... 2, 3 ledstrips voor in de nachtclub, maar ook buiten de nachtclub. What the fuck? Oh, yo! Ja. Oh, ledstripgoten. Ledstrip gaat dus in de ledstripgoot. En daar overheen schuiven we een deksel. Heb ik al in deze video gezegd van dit is echt super ziek. Nee, maar echt serieus, dit is ook echt knetterziek. Kijk, dan is hier een ledbak. Mag wat kosten. De ledstrip zelf waren 120 euro en de ledbakken waren nog eens 100 euro. Kijk, en als ik zo doe, dan wordt het ineens een hele foute kelder. Wat hebben we hier? Daar gaan we weer. Hier zit ook nog een aansluiting verstopt. Pilsje. Dit is niet normaal. Het wordt gewoon een echte nachtclub. What the fuck? Maar Anne heeft het eindresultaat nog niet gezien, dus let's go. Anne? Hallo. Wat is er? Kom eens even gauw een verdieping lager kijken. Ja, is goed. Ik ben benieuwd. Wow, die ledstrip. Echt ziek. Ja, nice, hè? Wat? Niet normaal. Mooi barretje, nee? Oh, dat is echt heel ziek. Echt heel ziek, dit is niet normaal. Ik heb nog een ledstrip. En ik kan ook andere kleuren? Ja. Oh. Ik vond de Red Light District wel nice. Ja, joh. Het is echt ziek mooi nu, maar. Heb je biertje tappen? Ja. Oh. Ik krijg nu gewoon echt zin in een feestje. Ja, ik ook. Wie komt er binnenkort mee feesten in de kelder? Ja. Vergeet niet te abonneren.